Los Super Seven met El Canoero. En u hoorde als zanger César Rosas van Los Lobos. En het oog spiedt vanavond naar de taal van Suriname en de moraal van de overheid. Want nog altijd is de vraag, mogen overheden speculeren? Zuid-Holland verspeelde enige tientallen miljoenen aan geld van de burgers. Maar als daar gemiddeld goede opbrengsten mee worden geboekt, wat is er dan precies mis mee? Moet de overheid het geld van de burgers niet als een zo goed mogelijk rentmeester beheren? Twee gasten in de studio denken daar diametraal verschillend over. Walter Etty, overheidsadviseur financieringen en beleggingen in Rotterdam. De Brit George Robertson is de voornaamste raad voor de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Hij is erg Schot en hij was erg havik in de Kosovo-oorlog. Maar wat is hij daarover? Hieke Jippes, correspondent in Londen, en Michiel van Hulten, socialistisch Europarlementariër en kenner van Robertson's Lego. Al zou je, als je daar bent, denken dat het Nederlands is. Voor wie daar op visite toch Shannon Tongo wil spreken, schreef Michiel Ietswaard met vier ochtendbladen vanmorgen. En verstrek ik u op gezag van Paul Malherbe het voornaamste nieuws van heden. Zondag 1 augustus. Een zondag om te zien. Woensdag 4 augustus is het Wessen 4. De 30ste dag op het keertsnet vindt dan plak op het Chocolony Frensje, de PC. Zullen Johan Okinga zaken van Auken van de Graaf haar een titel prolongeren of wordt het een oortentoer? Voor augustus tussen 4 en 8 uur live, de PC, 1999. Woensdag zoeken we wietwaardig weer om op het keertsverstein. Maar nuipeteren en de mooiste beelden. Eén keer zelf, ik denk dat ik terug kan blikken op een geslaagd toernooi hier, PR. Nederlanders in een Marokkaanse gevangenis. Vandaag kwamen ze vrij nadat de nieuwe koning Mohammed VI hun straf verminderd had. Voor een van de drie was het hoog tijd. Ik heb bijna 3 jaar vastgezeten op 4 weken na. Voor een vergrijp wat ik niet heb verpleegd. Marokko uit was één ding. Nederland in ging niet zomaar. Omdat er een bekeuring open stond van een paar jaar terug. Daar hebben ze me nu nou van tegengehouden en terecht. Dat is correct. Dus u heeft hem betaald nu? Nee, dat niet. Ik mag dat later doen. Dat hebben ze geregeld voor me. Dat is toch enige clementie voor u? Ja, dat zeg ik. Problemen van niks vergeleken met die in Kosovo. Daar golft het geweld nog altijd door de bevolkingsgroepen. Slachtoffers zijn nu de Serviërs. Per week komen zo'n 30 Serviërs om het leven bij gewelddaden. Vermoedelijk gepleegd door Albanese. Geweld wendt kennelijk, want NAVO-woordvoerder Xi noemt die 30 doden per week ernstig, maar niet kan. Ja, Amsterdam, Maastricht, Summer University. De gebruikelijke zoekprogramma's weten de weg naar de Nederlandse minister-president niet te vinden. En als iemand kans ziet om ter plekke te komen, dan vindt hij dat. I'm admitting I was wrong and I'll just take what's mine and walk out the door. Forget about it. I'll split and I'll be gone and you'll have memories you'll find hard to ignore. Cause after all, maybe when I can't recall how you drove me crazy over, I won't remember how much I loved you. Morgen erscheinen im besten Liste zum 271. Mal die Führung. Übernehmen damit Rick Sampras den Uraltrekord von Ivan Lendl, der insgesamt 270 Wochen lang auf Rang 1 stand. Auch ohne Michael Schumacher, der diesmal kurz per Videoleitung anwesend war, gab es einen überraschenden Doppelsieg für Ferrari beim Formel 1 Weltmeisterschaftslauf in Hockenheim. Irvine vor Schumacher ersetzt. We have heard all three deceased were killed by a 12-bore shotgun. We must, of course, await the pathologist's report. But there is also a common time of death, between 8 p.m. and 11 p.m. I express my sympathy to Mr. Pascoe, and I presume Mrs. Pascoe, who found the tragic victims. We have heard that the police anticipate an early arrest and wish them every success with their inquiries. In the meantime,
During this inquest, sign your day. Nearly all right. Early arrest, what do they mean? Colin. What have you told? Nothing. You don't think Colin's really a suspect? Well, suspect or not, we all wouldn't have found, don't we? Your fat controller had let us come on Friday night. None of this would have happened. No, Ellie, it doesn't mean that. It means it could have happened to us too. Excuse me, miss. Herman van Veen, anders, anders. Dat is het inderdaad, maar zo heet het ook. Dan nu naar Oost-Timor, na de uitslag van het referendum daar, wat je nog meer geweld loopt. Men ontvlucht in grote getale de hoofdstad Dili. Maar daar verblijft nog steeds Irene Slecht. Goedenavond, of liever gezegd goedemorgen. Het is 5 uur bij jullie 's morgens. Hoe heb je de zondag beleefd? Nou, de zondag was hier weer een hele moeilijke dag. Mensen in Dili, er zijn de cijfers die wij krijgen van het Rode Kruis, zijn dat de laatste 24 uur 25.000 mensen hun huizen uitgevlucht zijn. Die zitten nu of in kerken of bij kloosters, bij het Rode Kruis, het huis van de bisschop. En ook 1500 mensen zijn naar de Verenigde Naties hoofdkwartier gevlucht. De militia die nu helemaal de stad hebben overgenomen, hebben ook deze mensen in beide kerken en bij de Verenigde Naties aangevallen. Daarbij zijn gewonden gevallen toen mensen over het hek probeerden te klimmen bij de Verenigde Naties, waar bijvoorbeeld prikkeldraad op zit ter bescherming. De veiligheidstroepen die hier zijn ook, in grote getale hebben daar helemaal niets tegen gedaan om deze. Nou wij, tongetje Jelwacht, alle keer zien. Op allerlei manieren ons eruit te krijgen. Dus om ons heel erg bang te maken, dat is voor een groot deel helaas gelukt. Het merendeel van de journalisten, het ruime merendeel, er waren hier 500 buitenlandse journalisten voor het referendum. Nou, er zijn, en trouwens ook Indonesische journalisten. Er zijn er nu nog een handjevol over. Waar zit jij daar nu? Kun je nog vrij bewegen of zit je opgesloten? Ja. Nou, we kunnen op zich ons nog vrij bewegen, behalve dat het heel moeilijk is om vervoer te krijgen. Er zijn bijna geen auto's meer over met chauffeurs die ons willen rondrijden. Ze hebben sowieso helemaal geen verkeer meer op de straat. De straat is helemaal leeg. Ik reed met een hulpverlener rond. En we werden 2 keer die dag beschoten. Niet dat de kogels de auto raakten, maar we moesten gewoon heel hard rijden. Hij was eerder die dag al beschoten toen hij rijst ging rondbrengen aan de vluchtelingen die hier in de kerken zitten. We kunnen heel moeilijk rondkomen en collega's. Tempo is 100 a minute, same as our heartbeat when we get excited. It's another natural rhythm, and it's now the standard tempo for all disco music. There's an obsession with beats per minute, which we find quite curious, because I think beats per minute really means how your heart feels or what makes you get out of your chair and want to dance. So that's a very interesting point, what you were just talking about, walking and feeling. And Staying Alive is in fact a walking song, it's not a dance song. Mm-hmm. And in fact, we could probably demonstrate that. And well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, my women warm, I've been kicked around since I was born, but now it's all right, that's okay. You may live in the connection between walking and music is very, very strong. And I experience it personally when I'm walking, music surges through my head. And when I will forelske, så er de danske oliegrens, må man formode det. Sådan. Ej, så får svenskerne ven også. De har haft 3-4 afslutninger nu. Det er ikke til de nye lort. Tværdig kamp, højt niveau, 20-20.
Det er da simpelthen... Det er en lækker bisken. Jeg synes, det er... Jeg må sige, at jeg synes, at niveauet, håndboldspillets niveau er meget højt. Kom nu, hvis jeg var lige nu. Så ser vi mange, mange fine detaljer her. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at en god håndfuld er måske mere af de her spillere ved om nogle år. Siger den konservative retsordfører Helge Adam Møller til Berlingske Tidende. Men ifølge Enhedslisten skal politiet ikke have flere penge. Prioritere, og det må politiet også. Der er dele af politiet, der har ressourcer nok. Jeg vil i hvert fald lympe politi og ressourcer nok til at forfølge ham flygtningepræsten. Så de må prioritere ligesom alle andre. Vi bliver lidt ved politiet, for de har fået mange nye henvendelser i sagen om den 11-årige pige, der blev voldtaget på Falster i august. Den 4. august blev en 11-årig pige voldtaget og forsøgt myrdet her på Marieløst Strand på Falster. Politiet har endnu ikke fundet gerningsmanden, men nu har omtalen af en mand på en sort herrecykel, der er set ved gerningsstedet, givet op mod 20 henvendelser. Manden beskrives som 30-40 år, ca. 180 cm høj, slank med ører langt muligvis vådt eller mørkt hår, og på cyklen havde han en cykelkurv eller en byld. Manden var iført grå t-shirt og shorts. Tidligere har politiet udsendt denne fantomtegning af den mand, der eftersøges for voldtægten. En ny undersøgelse viser, at danskerne er parate til at stemme om det danske ØMU-forbehold, og gerne så hurtigt som muligt. Ja eller nej til en fælles møntfod i Europa. På et eller andet tidspunkt skal vi tage stilling til det danske ØMU-forbehold. Statsminister Poul Nyrup gerne afstemning omkring år 2001. Men danskerne vil gerne have fremskyndet afstemningen om det. Det viser en ny meningsmåling foretaget på de tre stifttider og Jyske Vestkysten. Et flertal af den danske befolkning, 56%, mener, at folkeafstemningen allerede bør holdes næste år. 23% ønsker, at afstemningen udskydes til senere. Det er klart. De hittegolf is daarmee een feit. De nachten hier in Flevoland zijn tot nu toe betrekkelijk koel gebleven. En ook de komende nacht zal het licht in de zonsopgang zijn gedaald tot 15 à 16 graden. En die koele periode duurt niet langer dan een paar uur. Want morgen, dinsdag, is het warm. Het is middag zelfs heet, met opnieuw 30 graden of niet. In eerste instantie schijnt op de dag verschijnt er wat bewolking, maar het blijft droog. De wind is matig en waait uit richtingen tussen oost en zuidoost. In de tweede helft van de week gaat de temperatuur heel langzaam naar beneden. Waarschijnlijk gaan er een paar buien vallen, maar die bieden voorlopig nog weinig soelaas tegen de droogte. Zeewolde heeft een nieuwe huisarts. Hij is de opvolger van Henk Nijboer, die zijn praktijk niet meer mag uitoefenen. De nieuwe arts heet Koen Bulten gehaald. Ja, dat was een conflict in Zeewolde. Veel vaste patiënten.